Hoe lang is je lul? Hoe lang is je lul? Zat er echt? Alleen maar dat. Niet hoi Bram, maar hoe lang is je lul? Ik weet het niet. Ik weet het wel. Ben je aan het vloggen of ben je gewoon blij om te zien? Hey, het is tijd voor een nieuwe editie van Gay Talk. En vandaag doe ik dat met een hele bijzondere gast opnieuw. Het is namelijk tv-maker, presentator, schrijver, mijn boek, columnist en ook mijn ex. Wanneer was dat? 2005, 2006? Nou ja, de meningen lopen uiteen over hoe lang het nou is geduurd. Dus laten we dat toch... 10 jaar geleden. Ik ben overheen, het is oké. Okay. Nu kunnen we weer gewoon weer als vrienden zitten. We hebben allemaal anonieme vragen gekregen. Dus we gaan proberen jou vandaag advies te geven over allerlei gay gerelateerde zaken. Vorige keer zat ik hier met Doak. Die oud en proud. En die kun je nog terugkijken in de aflevering. En toen hebben we het heel erg gehad over hoe het is om bi te zijn en over seks. En ook over coming out. Misschien is het leuk als jij vertelt hoe jouw coming out is gegaan. Nou, ik was verliefd geworden op een jongen. Ik was denk ik 16, 17. En toen wilde ik het dus aan mijn moeder vertellen. Was ik heel erg zenuwachtig natuurlijk om dat te doen. Mm-hmm. En toen zei ik, mama, ik moet je iets vertellen. En toen zei ik dus niks en toen ging ze maar raden. Toen zei ze, heb je een slecht rapport? Heb je iemand in elkaar geslagen? Heb je iets gestolen? Echt een hele waslijst aan allemaal dingen die ze misschien dacht dat ik had gedaan en nu kwam vertellen. En toen zei ze, ben je verliefd? En toen zei ik, Toen zei ze, op een jongen. En ik zei, En toen zei ze, wat jammer dat oma dood is. Want het bleek dus dat zij samen met haar moeder, dus mijn oma, toen ik heel jong was, al tegen elkaar hadden gezegd, nou, ik weet het niet met die Tim. Het was een soort weddenschap afgesloten. Ja, nou, het was niet, ja, ze hadden wel een soort van, dat in ieder geval uitgesproken. Vorige keer heb ik het over coming out gehad en hoe raar daar soms op gereageerd wordt. Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die vroegen, hoe moet ik dan reageren op een coming out? Wat is dan de beste reactie volgens jou? Ja, oké, leuk. Ik bedoel, je mag natuurlijk ook best wel zeggen, als je schrikt als iemand het vertelt, of als je, maar je bijvoorbeeld homo's haat, ja. dan mag je dat gewoon zeggen. En als je maar van me afblijft. Prima als je maar van me afblijft. Ja, ja. Of meisjes die zeggen, dan kunnen we lekker samen shoppen, dat soort dingen. Ja, wat het is niet slecht bedoeld. Nou, niet met mij niet hoor. Nee? Hou niet van shoppen? Nee. Ja, dus misschien, ik kan me voorstellen dat mensen dan te veel gaan nadenken over hoe je misschien moet reageren. En dat je dan misschien te nonchalant zegt, oké, is prima. En dat jij dan nog blijft zitten met, ja maar hallo, ik heb je net iets super belangrijks verteld. Wat, waar ik al heel lang mee zit. Dus daar ergens moet het tussenin zitten. Tussen niet een heel ding ervan maken. Nee. Maar wel iets van interesse tonen. Ja. Wat zou jij jongeren, kinderen aanraden die nu uit de kast willen komen bij hun ouders? Hoe kun je dat het beste doen? Nou ja, sowieso pas doen als je denkt, nu wil ik het. Je mag natuurlijk ook gewoon homo, bi of lesbisch zijn. Dat je dat zelf al hebt bedacht. Maar dat je er misschien zelf nog aan moet wennen. Of dat je het misschien eerst aan een vriend wil vertellen of een vriendin. Of dat je het misschien nog even voor jezelf wil houden om te kijken. Helemaal niet verplicht om uit de kast te komen. Nee, het is niet. Nee. Het is wel zo dat je denk ik op een gegeven moment wel wil delen met mensen. Want het maakt deel uit van wie je bent. En ja, als je dan het moment hebt dat je denkt, oké, ik wil het nu aan mensen gaan vertellen. Ja, houd klein, houd dicht bij jezelf. Nou, ik vind houd klein wel echt belangrijk. Ik denk namelijk, hoe groter je de fuss maakt. Dus als je echt zo'n Arie Boomsma momenten van maakt, aan tafel, tijdens het eten, met iedereen erbij. Dan heb je het wel in één klap, of op familiedag. Ja, dat is wel een voordeel. Of op een uitvaart, als toch de hele familie bij elkaar is. Dat je dan gewoon even bij de koffie en cake zegt, jongens, ik wil graag ook nog iets zeggen. Ik ben een gay. gecondoleerd trouwens. Maar. Hey Tim, je hebt een boek geschreven. Ja, dat klopt. Het heet Zou er wifi in de hemel zijn? Leuk. Bedankt. Het gaat over tijd, wifi en liefdesverdriet. Dus het gaat eigenlijk over de tijd waarin we leven en alle moderne gemakken en ongemakken. En het gaat over tijd die voorbij gaat, dus tijd als dimensie, zeg maar. Is het een grappig boek? Ja, het is denk ik, ik denk dat je er heel hard om kan lachen en ik denk ook dat je soms misschien een beetje moet huilen. Zou er wifi in de hemel zijn? Geloof jij dan in de hemel? Nou, leuk dat je dat vraagt. Nee, maar dit is een beetje, de titel slaat een beetje op nu, dat we ons niet meer afvragen of er een hemel is. Het is belangrijker als die er is. Is er wifi? Net als lezen. Ben je aan het vloggen of ben je gewoon blij met te zien? Ja. Dat is natuurlijk ook, ben je nou zo blij omdat je nu met mij hier zit? Want net toen de camera uitstond, ben je toch anders. En we kunnen dus twee weggeven. Oh ja, maar blijf even kijken tot het eind, dan kun je er eentje winnen. Oh ja.
Normaal gesproken zou het een ongepaste vraag zijn, maar voor nu is het goed om te weten. Ben je homo? Ik? Ja. Ja. Je hebt wel een documentaire gemaakt, een man weet niet wat hij mist, over waar je gaat proberen of je seks gaat hebben met een vrouw. En aan het einde zeg je wel iets over dat je nu misschien er wel iets anders over denkt. Nee, wat ik zei is dat je toch leuke soort geile seks met iemand kan hebben die eigenlijk niet jouw voorkeur geniet. Mm-hmm. Maar ik heb het daarna nooit meer met een meisje gedaan. Nee. Ja, hebben jullie nog goede tips voor een niet-awkward trio? Dus dan ga ik er een beetje van uit dat deze persoon dus al een trio heeft gehad en dat het een beetje ongemakkelijk was. Of zich kan voorstellen dat het ongemakkelijk zou zijn. Ja, ik stel me altijd voor als je dan een trio hebt dat het dan ongemakkelijk is omdat twee mensen dan meer met elkaar gaan en dat je je dan buitengesloten, net als in Please Like Me. Dat je ineens erbij ligt ofzo. Ja, en dat die andere twee dan... Ja. Dat jij dan maar een boekje gaat lezen en wacht tot ze klaar zijn. Wat doe je? Hoe los je dat op? Een goed boek meenemen. Bijvoorbeeld, zou je even nemen zijn? Zijn die drie los? Of is het een, weet je wel, hebben twee in relatie, komt er iemand bij? Ja. Ja, dus misschien hoe zorg je ervoor dat het niet ongemakkelijk wordt? Voor onderzoek, vertrouwen, alcohol. Maar misschien dat het ook wel gewoon ongemakkelijk mag zijn. Zoals seks met twee mensen kan het toch ook best wel awkward zijn. Daar heb je echt niet een derde voor nodig. Ik heb niet super veel ervaring met trio's. En een paar keer dat het gebeurt, dat gebeurt ook soort heel spontaan. Zonder dat je het gepland hebt, dat lijkt me namelijk ongemakkelijker. Ja, dat je een date hebt met... Ja, dat zou ik niet goed weten hoe dat... Ik vond het niet erg om even ook af en toe te kijken. Ik vond het eigenlijk leuk om te kijken, live bij te zijn, terwijl twee andere mensen het super leuk hebben met elkaar. Ja. Ik vond het helemaal niet buitengesloten. Hoe weet je of je top of bottom bent? Nou ja, je hoeft natuurlijk sowieso niet te kiezen. Het mag allebei, het is 2017. Ja, dat moet je gewoon uitproberen. Nou, is dat zo? Oh. Moet je het echt allebei proberen voordat je weet... Ja, Bram, dat denk ik wel. Nee, maar je kan natuurlijk wel voorkeur hebben. Maar ik denk dat het ook heel erg afhangt van degene met wie je dat doet. Sommige mensen wil je misschien neuken en door de ander wil je misschien geneukt worden. Dat kan natuurlijk. Met sommige mensen wil je praten, met sommige mensen wil je een wandeling maken. Wat? Gaat er goed? Ik ga even wijn pakken. Wat te doen bij... Oh, dit sluit een beetje op aan. Wat te doen bij... Je ziet eruit als een twink, maar je bent een top. Echt een kutgeval. Maar dat is ook al, hij heeft ook al een aanname, dat je dus als twink alleen maar bottom kan zijn. Dat is echt niet waar. Nee, joh. Het zijn toch genoeg top twinks? Op internet wel. Nou ja, maar ik denk dat hij dus bedoelt dat hij dan uitgaat of ergens is en dan wordt hij benaderd door tops. Mm-hmm. Dit klinkt zo fout. Ja. Omdat ze denken dat hij een bottom is. Ja, maar dat zijn ook mensen waarvan hij denkt dat het tops zijn. Dus dat... Ja, en dat is... Wel iets wat ik heb geleerd, dat je vaak niet kan zien aan iemand of hij top of bottom is. Nee. Ik ging er namelijk altijd een beetje van uit dat soort van dat je als je dan een beetje een vrouwelijke homo bent, mm-hmm. dan laat je je neuken. En als je een stoere mannelijke homo bent, dan neuk je. Ja. En dat is eigenlijk helemaal niet zo. Misschien soms wel, of vaak. Maar ik ben ook wel vaak... Verrast. Teleurgesteld. Gaat Grindr nou alleen over seks of niet? Ik heb geen Grindr. Ik ook niet. Echt niet? Nee, echt niet. Oh. Nee. Hoe kom je dan aan je dates? Niet. Nee, ja, ik ken Grindr wel. Dat gaat wel over seks natuurlijk. Ken je relaties die ontstaan zijn via Grindr? Ik zou ze niet kunnen noemen, maar daar knikt iemand. Ik heb het ook wel eens gelezen. Oh. Ik heb een boek geschreven. Heb je jezelf een keer gefilmd in de slaapkamer? Ja. Ja. We gaan even kijken naar korte compilatie. Ik voel me niet verbonden met de hele gay community. Ik voldoe ook niet aan de standaard gay eigenschappen. Is dit erg? Nou, weet je wat ik daar misschien voorbeeld over ons, toen wij dus iets hadden, heel lang geleden. Toen was jij al een beetje verder dan ik. Je had bijvoorbeeld, weet je misschien nog dat jij een abonnement op Expresso had? Mm-hmm. En dat ik dat een beetje raar vond. Dat vond ik een beetje, dan ben je homo. Ja. Dan moet je een abonnement op een homoblad hebben. En je wilde ook echt niet met mij naar een gay kroeg of een club? Nee, dat vond ik echt... ik weet niet, ik heb heel lang soort van dat ook een beetje zo weggehouden. Ja. Ik vond het niet logisch dat ik dan... ik ben homo, maar ik voel me helemaal niet aangesproken door wat ik aan homobladen, feesten, cafés zie. Nee. En eigenlijk is dat nog steeds wel een beetje zo.
Ik kom niet vaak op dat soort plekken eigenlijk. Sterker nog, ik vermijd plekken met heel veel homo's. Ik voel me af en toe wel, zeker op Gay Pride of zo, dan denk ik van, oh ja, dit zijn we samen en we hebben samen een doel. En dat dan vervolgens weer overal slechte muziek wordt gedraaid en iedereen een lelijke pak aan heeft, denk ik altijd wel een beetje, waarom moet dit nou? Dan heb ik ook veel van de vrijheden die we nu hebben. Hebben we de meiden. hebben we dankzij het feit dat we ons verenigd hebben in het verleden. En nu is die noodzaak er iets minder. Dus is het ook makkelijk te zeggen van, hoor, ik hoor er niet bij. Voel je dan iets van activisme? Maar in die zin voel ik me wel betrokken bij een soort van bij homo's. Maar ik vind vaak zijn homo dingen wel een beetje fout. Ja. Ik snap wel dat je je daar niet zo door aangesproken voelt. En dat is een beetje, Ja, maar dat je dat als reden, ik voldoen niet aan de standaard gay eigenschappen, dat vind ik... Nee, dat is geen goede zin. Vind ik een beetje onzin, want de gay bestaat niet. Nee. Hebben jullie wel eens seks gehad met een transman? Nee. Ik ook niet. Zou je dat kunnen willen overwegen? Even denken, dus dan is het een... Een vrouw die een man is geworden, denk ik dan. Want... Maar ze heeft een penis. En gewoon mannelijk... Dat weet je nog niet. Je komt hem tegen in de kroeg. En wat drinken we dan? Een wit wijntje. Stel, ik ontmoet een leuke jongen. En we drinken inderdaad witte wijn. En het is gewoon leuk. En we hebben een soort van klik. En dat hij dan, als hij dan ineens een vroeger meisje was, blijkt te zijn, en nu een jongen, dan zou... Ja... Ik zou me niet direct afschrikken, denk ik. Als ik daarvoor al dacht dat het gewoon een superleuke jongen was, dan maakt het volgens mij niet uit dat hij dat niet was, denk ik. Ja, denk ik ook. Hebben jullie wel eens poppers of andere genotsmiddelen gebruikt tijdens de seks? Ja, heb ik wel eens. En? Leuk. Ja? Wat wel? Wat heb je gebruikt? Als je het wil zeggen. Genotsmiddelen? Nee, ik heb wel veel dingen uitgeprobeerd. Wat vond je een goede, leuke tip? Liefde. Hebben jullie een hekel aan bepaalde homo-gerelateerde scheldwoorden? Sommige mensen worden bijvoorbeeld helemaal boos als mensen zeggen dat iets gay is. Persoonlijk heb ik daar niet zo'n last van. Hoe kijk je daar tegenaan? X Henk, PS Tim, ik ga je boek kopen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Moet je gewoon niet doen. Oh nee, oké, dat vind ik wel goed. Nee, maar ik dacht dat een soort... je hoeft het natuurlijk niet zo te bedoelen. Ja, het gaat er niet om hoe je het bedoelt. Het gaat om dat het gewoon kwetsend is. Ook al vind jij het misschien niet zo erg, omdat jij al een soort comfortabel bent in je gay zijn. Nee, oké, je hebt gelijk. Maar het gaat denk ik meer om mensen die nog niet uit de kast zijn, die de hele tijd gay in een context horen. Oh nee, maar dat herken ik wel van de middelbare school inderdaad. Ja. Homo. Ja. Gewoon dat zo scholden mensen elkaar uit, homo, flikker. Ja. En dan flikker ga je toch ergens denken, dus blijkbaar niet. Ja, niet dat is waar. Oké, nee, niet doen. Hoe ga je als exen daarna nog goed met elkaar om? Nou, het heeft wel even geduurd, toch? Voordat wij weer vrienden waren. Ja. Dus ik denk dat tijd wel een belangrijke rol speelt. Ja. En afstand, tijd en afstand. Ja, tijd en afstand. Nou, ik zou denken dat het helpt als je op een soort hele goede manier uit elkaar gaat. Maar nee, dat kunnen wij toch niet zeggen. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe het ging. Hoe ging dat? Ik herinner me nog wel dat je dingen naar me hebt gegooid. Ja? Wat dan? Een bananenbavroa van 3 hoog. Oh ja. Dan had je ook echt verdiend. Je had een baksteen verdiend. Ik was het vergeten. Ik niet. Ik ging mijn fiets pakken, want we hadden ruzie gemaakt en je had me de trap afgeduwd. Oh ja, de trap afgeduwd. Ik was zo mijn fiets van het slot afhaald. Toen ik zo plaats, kreeg zo die bananenbavroa. Een behoorlijk explosief einde. Ja. Maar, en dat betekent dus ook niet per se dat het dan nooit meer goed komt. Hoe kom je erachter op welk geslacht je crush valt? Je vindt iemand leuk, maar je weet niet of hij homo, bi, hetero is. Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag, want dat heb ik best wel vaak. Ja, ik denk, dat is echt de struggle van mijn leven, van ons leven, van ieder homo's leven, denk ik. Want veel mensen denken dat homo's allemaal een gaydar hebben, dat je het meteen aanvoelt. Nee, ja, soms wel, maar heel vaak echt ook niet. Nee, ja, je zou natuurlijk met een soort jodensterren kunnen gaan werken. Nee, ik heb wel een tip. Ik heb er namelijk een soort methode voor ontwikkeld. Je zoekt iemand op. Oh, terloops, ik heb hier namelijk een methode voor ontwikkeld. Je zoekt iemand op Instagram. Dan kijk je wie die allemaal volgt. Ja, dat doe ik ook! Volgt die Dumpert? Is die hetero? Ah, wat grappig! Volgt die Justin Bieber, Martin Garrix? Wat dan grappig. Gaat het al de goede kant op, maar het kan nog steeds een hetero zijn, dus laat je niet. En dan kijk je inderdaad, volgt die homo's die jij kent. Ik vind Dumpert wel echt een hele goede. Ja, ik ken geen enkele homo die Dumpert. Ik volg Dumpert ook niet. Nee. Ik heb een 2-persoonsbed in mijn kamer en ik wil graag met mijn beste vriend, hetero, logeren. Er is geen andere plek in huis, behalve naast mij in bed.
Wat vind jij? Kan dit, tussen haakjes, plus al onze mannelijke ochtendprobleempjes? Oeps. Maar ik heb het idee, als ik dit zo lees, dat jij misschien wel wil dat de hetero vriend naast jou komt lopen liggen. Plus al onze mannelijke ochtendprobleempjes. Je vraagt eigenlijk, kan mijn hetero vriend bij mij in bed komen logeren, terwijl we misschien 's ochtends allebei een odol hebben en verstrikt raken in elkaars ochtendgevoelens. Ja. Dat is het meer. Ga ervoor. Ja. Nee, ja. Volgens mij ben je gewoon een viespeuk. Dat wil ik even zeggen. Dit vind ik wel herkenbaar. Als ik twee mensen van hetzelfde geslacht zie zoenen of hand in hand lopen, dan wil ik eigenlijk automatisch naar het stel glimlachen, omdat het me blij maakt dat het in veel openbare situaties tegenwoordig kan. Maar tegelijkertijd vind ik het heel normaal en wil ik er geen ding van maken. Wat is jullie mening? Nou, dit is echt, dit snap ik helemaal. Ja. Maar ik heb dat ook met moslima's of zo. Oh. Dat ik soms een soort aanmoedigend wil. Ja. Ja, ik doe het niet zo snel, hand in hand over straat. En ik vind het dus extra leuk als iemand het wel doet en durft. En dan wil je inderdaad bijna... Waarom durf jij het niet? Ik weet niet, je wilt toch niet per se opvallen. En dat doe je wel. Ja. Als je hand in hand loopt als homo-stel. Ja. En het houdt het zichzelf ook in stand. Want omdat heel veel homo's, lesbiennes het niet doen, hand in hand over straat lopen, blijft het ook iets bijzonders of iets geks. Ja. Dus ik snap ook wel dat ik het eigenlijk wel zou moeten doen. Maar ik voel me er gewoon, ik snap het wel. Maar ik heb ze ook heel erg dat ik inderdaad mensen soort, als ik zo'n twee jongensje loop, dan smelt ik gewoon helemaal. Denk van, oh, zo lief. Ja. Toch zou ik ze niet nastaren of toe glimlachen of je duim omhoog, want het is toch... Ik ken ook zo'n verhaal van een stel wat op een dansvloer aan het zoenen was of zo, dat er zo'n man naar ze toe kwam zo, goed zo jongens, Hoe goed het ook bedoeld is, je wil juist gewoon je leven leiden. Nee, is ook zo. In stilte van genieten. Wanneer ben je nou ontmaagd? Als biseksuele meid heb ik eerst seks gehad met meisjes en toch voelde ik pas ontmaagd toen ik seks had met een jongen. Ja, hetero's neuken redelijk snel en homo's toch volgens mij iets minder snel. Ja. Het is niet per se het doel penetratie. Penetratie is niet per se altijd het doel. Homo's kunnen al seks hebben dat je gewoon hebt gepijpt of afgetrokken of weet ik veel. Dat is ook seks toch? Ja, dat is ook. Nee, maar hetero's zeggen dan, oh ja, maar dat is niet echt seks. Ja, dat vind ik heel grappig altijd. Ja, zij vinden dat een soort voorspel, want je hebt niet die penetration gehad. Ja. Dus ben je dan ook, zou je nog niet ontmaagd zijn, terwijl je al 100.000 keer gepijpt bent en gepijpt hebt? Ja, je en... zou in principe een soort van bijvoorbeeld 1000 man gepijpt kunnen hebben. Maar als je nog nooit iets in je vagina hebt gehad, ben je dus nog maagd. Maar je bent wel een fucking slet. Ja? Ja. Hoor? Welke muziek is het beste voor seks? Bluff. Wat een mooie dag, wat een mooie dag. Voor de dood. Voor de daad. Voor de daad! Ik kan niet zo goed tegen muziek op de achtergrond, want ik ga dan naar de muziek luisteren. Nee, ik heb dat ook. Ja. Ik heb sowieso nooit dat ik dan zeg, wacht. Nee. Ik snap wel dat het kan helpen om bepaalde geluiden een beetje te onderdrukken. Ja. Hey Tim en Bram, ik ben een jongen en ik heb sinds een half jaar met mijn vriend en we hebben regelmatig seks. Nu vind ik het verschrikkelijk irritant om iedere keer voordat we het doen alles schoon te moeten maken. Hij bedoelt zijn kont, denk ik, niet het huis. De gang. Ik zou daarom graag iets daarvoor willen kopen, maar hoe bespreek je dat met je ouders? Dat je een anaal douche of iets dergelijks. waar haal je zoiets? Papa, mama, ik moet jullie iets vertellen. Ik wil een anaal douche voor Sinterklaas. Nou, tip 1. Ik denk dat je dit, ik weet niet hoe oud je bent, maar als je zeg maar oud genoeg bent voor een anaal douche, dan ben je misschien ook oud genoeg om dat zonder je ouders te doen. Ik zou je ten sterkste willen afraden om aan je ouders te vragen om een anaal douche. Nee. Of voor geld voor een anaal douche. Stel dat je geld nodig hebt van je ouders, zou ik toch zeggen, ja, ik wil een nieuwe Nintendo. Ja. Maar niet zeggen, noem niet het woord, het verboden woord is anaal douche. Oké, okay? Ouders, anaal douche, nee. Misschien denkt hij dat je echt een soort douche moet aanleggen in je badkamer. Oh, dat je een soort serre nodig hebt. Ja, dan moet je wel aan je ouders vragen. Heet het? We bespreken met je ouders dat je een anaal douche of iets zegt. Nee, maar hij weet gewoon niet wat het is, denk ik. Je moet het even googlen. Het is gewoon zo'n klein dingetje. Maar zou hij echt denken dat er
dat je zeg maar een stuk uit je huis moet slopen voor de anaaldouche. Dat de hele badkamer verbouwd moet worden. En dat er dan twee mannen komen die zeggen, komen we anaaldouche installeren? Maar vind jij het belangrijk dat iemand geen poep in zijn kontje heeft? Vind je poep leuk? Nee. Ik hou niet van poep. Het kan best wel vies zijn. Maar ik denk ook voor wel... Maar. Shit happens, denk ik ook wel. Risico van het vak. Ja, risico van het vak. Maar ik snap wel dat het als je ineens de bevlieging hebt, je hebt ineens zin. Dan is het wel zonde als je dat inderdaad die spanning weer moet kapot maken doordat je eerst alles moet gaan schoonmaken. En zeker als die twee mannen nog steeds die anaaldouche staan te installeren en je wil, dan ga je daar niet op wachten. Ik heb trouwens een boek geschreven, had ik al gezegd, ik heb een boek geschreven. Lieve Bram, ik bedoel het volgende niet rottig. Wat kan er gedaan worden aan de alcoholcultuur die maakt dat toch erg veel homo's zich heel vaak lam drinken, zodat ze niet hoeven na te denken over ouder worden en de maatschappij eerder van ze af is? Wat? Ik hou echt van alle homo's. Ja, dat zijn er veel, maar zo gaat het met solidariteit. Wie is dit? En al het gedrink gaat me aan het hart, maar niet zoveel als aan hun hart. Ik bedoel het niet puriteins of beduttelend. Je kunt toch ook leren om lol te hebben en je te ontspannen zonder alcohol? En heb je als rommeldal niet een voorbeeldfunctie, minder / nooit meer alcohol in je vlog. Ai, ik ben gek op je. Ai. Drink je zo vaak in je vlog? Ja, ik doe wel minder vlees in beeld. Ik eet ook geen vlees meer, maar daardoor zit er ook minder vlees in de vlog. Ja. Maar dus wij drinken niet gewoon omdat we het leuk vinden om... Om te vergeten dat je ouder wordt. Om te vergeten dat we ouder zijn en zodat de maatschappij eerder van ons af is. Ja, mijn mond. Het is tijd voor de laatste adviesvraag. Heb je wel eens gedacht van, was ik maar hetero, dan was alles minder moeilijk. Zo ja, hoe heb je hiermee leren omgaan? Ik vind je namelijk zo open en oké met je geaardheid overkomen. Ik heb er zelf nog wel moeite mee, dus ik vind het erg knap van je, dank je. Of heb je het wel eens gedacht, was ik maar hetero? Nee. En ik zou ook, als je nu een pil zou hebben, die me hetero zou kunnen maken of zo, dan zou ik het niet doen. Nee. Maar ik heb natuurlijk wel een beetje geluk gehad dat ik geen moeizame coming-out heb gehad. En in een soort bubbel zit waar het allemaal oké is. Dus misschien zou ik daar wel anders over denken. Ik heb het vroeger wel eens gedacht. Als ik weer eens heel erg gebroken hart had, omdat ik weer eens verliefd was op mijn hetero vriend. Ja. Dacht ik wel eens van kut. Maar dan was ik van het gezeik af. Jij was altijd verliefd op hetero vrienden. Ik was altijd verliefd op hetero vrienden, ja. En, niet op mij. Oh ja, zo ging het uit. Ik geloof wel dat je leven iets makkelijker zou zijn, maar wel veel minder leuk. Want het is echt super leuk om homo te zijn, vind ik. Zeker als je eenmaal een anaaldouche hebt, dan staat eigenlijk niks meer in de weg. Wel even aan jou dus vragen. Ja. Even aan mijn moeder vragen. Tim, we gaan twee boekjes weggeven. Ja. Wil je er eentje winnen? Laat dan in de reactie weten waarom. Nou, ik vond het hartstikke leuk. Mwah, mwah, mwah. Zo gaat het toch op YouTube? Vond je dit nou leuk? Stop dan een duim in je hol. Je weet dat het rinkelt.